Hallo, welkom. Leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Mike en in deze video gaan we het hebben over een veel voorkomende klacht, namelijk dat kleuren uit een printer er niet zo uitkomen als dat ze eruit zien op het scherm. Ik heb ook wel eens foto's gestuurd naar een fotolab en dan zat ik vol in afwachting en dan kwam eindelijk die envelop de brievenbus binnen. Maak je die envelop open en dan kijk je naar die foto's en dan is dat rood van zo'n capuchon is gewoon bijna oranje, weet je wel. Of het gras, het mooie groene gras, dat is chemisch behandeld en het lijkt wel blauw zowat. Nou, dat is natuurlijk enorm frustrerend, buiten het feit dat het geld en tijd kost. In deze video gaan we kijken hoe we dat op kunnen lossen. Hoe we het kunnen voorkomen of hoe we het kunnen corrigeren. Want het is namelijk heel goed mogelijk. De eerste stap in zo'n proces is dat uw monitor gekalibreerd moet zijn. Dus uw monitor moet geel laten zien als geel en groen als groen en blauw als blauw, noem maar op. In de handel kun je daar gewoon kleine apparaatjes voor krijgen bij een fotospeciaalzaak. Die kun je in Windows of in je computer zetten en dan wordt je monitor mooi gekalibreerd. Ik zal daar misschien nog eens een video over maken, maar dat is eigenlijk een relatief simpel of eenvoudig proces, laat het zo maar noemen. Dus ik ga er even vanuit dat uw monitor gekalibreerd is. Dat is echt belangrijk. Dan komen we in de tweede stap. U heeft een foto gemaakt en heeft u bewerkt. Hè? Kijk, ik heb nou een foto voor me staan. Die heb ik niet uitgekozen omdat die zo mooi is, maar omdat er problemen in zitten. Er zitten rare rode kleuren hierin. Hè? En hier zit wat moeilijks en hier. En dat geel is lastig. Het zijn allemaal lastige kleuren voor een printer om op deze manier weer te geven. Dus we gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Nou, stel ik wil deze foto gaan laten uitprinten bij Profotonet. Profotonet is een bekend fotolab. Heeft een goede kwaliteit en ik wil die foto daar naartoe sturen. Wat ik dan doe is dat ik naar support ga en dan ga ik even naar foto's aanleveren. Dan ga ik naar beneden naar color management en kijk aan, dan krijg ik 3 profielen voor mijn neus die je kan downloaden. Dan denkt u, wat is een profiel? Een kleurprofiel is eigenlijk een kleurenmix. Een kleurprofiel is eigenlijk een manier om met kleur om te gaan. En dit profiel, de Profotonet Fuji DP2, bla bla bla, kan ik downloaden. En als ik dat download, dan weet Lightroom, oh, op deze manier moet ik de kleuren weergeven. Dan wordt rood die tint rood en dan wordt blauw die tint blauw, enzovoort, enzovoort. En iedere printer heeft zo zijn eigen kleurenprofiel. Ook uw kleine printertje wat misschien naast u staat, of misschien heeft een hele grote. Elke printer heeft zijn eigen kleurenprofiel, zijn eigen kleurenmix, noem het maar zo. Nou, ik wil dat Lightroom weet wat voor kleurenmix ik ga gebruiken, zodat ik het resultaat vooraf kan bekijken. Dus ik klik hier op download, want ik wil namelijk dit profiel gaan gebruiken. Dit staat voor glanzend fotopapier tussen 10 bij 15 en 30 bij 45 centimeter. Dus ik ga het profiel downloaden. Druk even op die knop, bestand opslaan. Zeg, zet hem maar op de D-schijf, dat is prima. De locatie maakt niet zoveel uit. Het bestand is nu gedownload. En ik ga nu meteen eventjes naar mijn Windows-verkenner. Ik had hem al klaarstaan natuurlijk. Hè. Hier staat het bestandje van Profotonet. Maar die is ingepakt, dus die moet ik even uitpakken. Het is een zip-bestand. Hier uitpakken. En daar komt het profiel tevoorschijn. Dit is het bestand met het profiel erin. Die andere gooi ik even weg, daar ben ik klaar mee. Nu druk ik op de rechter muisknop en dan staat hier profiel installeren. Daar kunt u op klikken, maar bij mij werkte dat niet. En Adobe zegt ook, je moet het gewoon knippen en dan even op de juiste plaats in de Windows folder zetten. Dus we gaan naar de C-schijf en naar Windows. Dan ga ik naar het mapje System 32. Dan ga ik naar het mapje Spool, S-P-O-O-L. Dan ga ik naar Drivers. En naar color. En ik zal zorgen dat even dat pad, zeg maar, even zo op beeld verschijnt. En dan kunt u rustig even de video pauzeren als u meewerkt. En dat eventjes gaan doen. Goed, u zit nu in de juiste map. Hè? Windows, System 32, Spool, Drivers, Color. En u ziet hier een heleboel kleurprofielen. Adobe RGB, vast wel bekend. Adobe RGB 1998. Dat zijn bekende profielen. Die komen u qua naam misschien al bekend voor. Wat ik nu doe is op de rechter muisknop drukken en voor plakken kiezen. En nu staat in dit mapje ook
Profoto net. Hè, dat profiel wat we net hadden bekeken. En het leuke is, als u zelf een printer heeft, en ik heb ook een printertje geïnstalleerd op deze computer, dan staat het profiel daarvan waarschijnlijk ook hier tussen. Kijk, mijn printer is de Epson. Hè, die staat keurig hier tussen. Dus ik kan straks, als ik dat zou willen, ook Lightroom vertellen van, als ik op mijn eigen printer uit ga printen, hè, ik doe daar normaal alleen documentjes, maar stel ik wil een foto uitprinten, kan ik zeggen, nou, dan moet je dit kleurprofiel gebruiken, zodat de kleuren goed overkomen. Goed, ik sluit het nu af, want het bestandje staat daarin. En ik ga naar mijn ontwikkelruimte met deze foto. Nou, wat ik nu ga doen is hier de elektronische proef aanvinken. Softproofing heet dat, geloof ik, op zijn Engels. Bij u verandert dit grijze schermpje waarschijnlijk in het wit. Ik druk even op de rechtermuisknop. Zo, maar dat vind ik niet zo fijn. Dus ik ga hier staan, even in het wit. Druk op de rechtermuisknop, zet ik hem weer terug op donkergrijs. Dat vind ik fijn, persoonlijk hoor. En dan zie ik hier staan profiel sRGB. Maar dat wil ik niet, want ik wil werken in het profiel van de printer waar ik hem naartoe ga sturen. Dus, niet in Adobe, in overige. Ik ga even zoeken. Ik zoek die van Profotonet. En u ziet, die staat hier niet tussen. En dat is wel leuk, want ik weet al wat de fout gaat. Ik moet Lightroom even opnieuw opstarten. Want als Lightroom opstart, kijkt het even in dat mapje en daarna niet meer blijkbaar. Dus ik sluit Lightroom even af en dan start ik het weer opnieuw op. Ik hoef geen backup te maken deze keer. Zo, opnieuw opstarten. Nou, daar komt hij al. Ups. Ik druk nu op elektronische proef. Ja, hij is klaar. En nu ga ik weer even naar dat profiel toe. Klik daarop. Dan ga ik naar overige. Dan ga ik even naar beneden. Kijk, daar staat die Profotonet Fuji DP2. Dan kan ik die gewoon aanvinken. Dan zeg ik oké. Okay. Kijk aan. En hier staat die Profotonet. Nu is het kleurenprofiel wat wordt weergegeven met die elektronische proef, dat van Profotonet. Ik zal hem even uit en aanzetten, zodat u het verschil goed kunt zien. U ziet, het is een behoorlijk verschil. Ik zet even papier en inkt simuleren uit, want dat is een optie die niet zo goed werkt. Oh, zo. Ziet u het verschil? Als u vooral deze rode muts even in de gaten houdt, daar is het verschil het meest aanwezig. En u ziet, dat is een wereld van verschil. Nou, we hebben nu geconstateerd dat als we deze foto naar Profotonet gaan sturen, dat hij er anders uit komt te zien dan op de monitor. Dat is één. Hè? Dat is de constatering van het probleem. Nu moeten we dat probleem nog gaan oplossen. Want ik vind hem niet mooi op deze manier. Dus wat ik doe, ik ga eerst eens even een proefexemplaar maken. Ik ga een kopietje maken. Ik wil niet aan mijn origineel zitten. Ik kan later alles wel terugdraaien, maar dat is alleen maar lastig. Dus ik druk op proefexemplaar maken. Kijk, en dan zult u zien wat er gebeurd is. Er is een kopietje bijgekomen, een virtuele kopie. Daar ga ik mee werken, want ik wil dat origineel houden. Zodat als ik later een fotootje naar het internet wil sturen, dan hoef ik niet deze te gebruiken. Ik dubbelklik eventjes, ik ga naar mijn ontwikkelruimte. En dit is die kopie. En hij staat al op dat profiel. Maar hoe kunnen we nou zien wat er veranderd is, wat er fout gaat? Nou, dat is heel simpel, ga ik hier rechtsboven naar dat papier toe. Zie je, als ik daar met mijn muis overheen schuif, dan zie ik al waar de probleemgebieden komen. Hij geeft ook aan waarschuwing, kleuromvang, bestemming tonen. Met bestemming bedoelt hij de printer, Profotonet, hè? Want die heb ik aangezet. Dus ik klik daarop, dan blijft dat gewoon aanstaan. En de problemen zitten in de kleuren, zoals u ziet. Dus ik ga naar mijn kleurpaneel, HSL, en ik open hem. En dan begin ik op kleurtoon. Nou, dit is een rode kleur. Dus wat doe ik? Ik ga die kleurtoon van het rood veranderen om te kijken of dat wat oplevert. Nou, dit wordt alleen maar erger. Ga ik de andere kant op. U ziet, het wordt beter, maar die capuchon, die is helemaal oranje geworden. Dus dit is niet de manier. Dubbelklik even, gaat die terug. Ga ik naar de verzadiging. Misschien kan ik met de verzadiging wat doen. Ik schroef die terug van het rood en kijk. Nou, ik heb een oplossing. Het rood in die capuchon is nu zo, zodat de printer hem kan uitdraaien. Maar mooi vind ik het natuurlijk niet. Dit slaat helemaal nergens op. Het is echt helemaal oranje geworden. Nou, dat wil ik niet. Ik wil een andere oplossing. Dus deze zet ik ook weer even terug. Dan ga ik naar luminantie. En dan ga ik het luminantie van het rood eens even terugdraaien. En kijk, dit vind ik nog wel acceptabel.
Op deze manier wil ik hem wel af laten printen. Hij is niet zoals die was in het origineel, maar dit is wel acceptabel. Alleen, dit lijkt wel een rode capuchon, maar er zitten waarschijnlijk wel meer kleurtjes in. En daar heeft Lightroom iets heel moois voor. Dus ik zet hem even terug. En dan klik ik één keer hier op het kleurenpikkertje. En dan ga ik naar dat probleemgebied toe, dan ga ik bovenop staan. Dan hou ik mijn linker muisknop ingedrukt en dan sleep ik hem naar beneden, de muis. Gewoon de muis, maar niet het wieltje, de hele muis. Net zolang dat dat weg is, die pixeltjes. Zo is het weg. En kijk eens aan wat er gebeurd is. Niet alleen rood is teruggeschroefd, ook het oranje. En dat geldt niet alleen voor de capuchon, dat geldt dan ook voor de hele foto meteen. Hè? U corrigeert de hele foto met de luminantie van deze twee tinten. Maar ik heb mijn probleem opgelost. Dan heb ik hier nog een klein probleempje zitten. En normaal zou ik zeggen, laat maar zitten, want dat is zo weinig van invloed op de foto. Is ook geen belangrijk detail. Maar even voor de duidelijkheid. Ik klik erop en dan sleep ik hem naar beneden. Nou, dan, of naar boven. En dan ziet u, ik kan het probleem niet oplossen op deze manier. Dus ik laat alles even los. Ik druk op Ctrl-Z. Dan worden de oude instellingen weer teruggezet. Er is namelijk nog een andere manier waarop we dit soort dingen kunnen oplossen. Ik ga dat even vergroten. Zo, dan kunnen we het beter zien. Er zit aardig wat ruis in. Het was een foto met ISO 3200. Ik ga even naar mijn kwastje. En daar ga ik even op effecten dubbelklikken. Dan staat alles weer op nul. Dan ga ik gewoon de verzadiging ietsje terugdraaien. En dan ga ik met dat kwastje over dat probleemgebied. Kijk eens. Ik los het helemaal op. Door de verzadiging iets terug te draaien. Ik kan er nu natuurlijk ook even mee spelen en zoeken waar dat punt zit. Ziet hoeft maar een heel klein beetje te zijn. Zo. Dan heb ik dat opgelost. Dus nu heb ik eigenlijk alle problemen in die foto's en die foto opgelost. En ik ben redelijk tevreden. Ik kan nu dit afsluiten. En nu kan ik ook gewoon in mijn standaard paneel kan ik dingen nog gaan aanpassen. Ik zeg van ja, ik wil hem toch nog een beetje. Hè, want de foto is qua kleur veranderd. Weet je, ik ga het contrast nog een beetje opschroeven. Ik moet oppassen, want hier komen alweer wat dingetjes naar voren. Maar ik kan het wel ietsje doen. Zo. Stel dat ik hem zo wil. Want dan is het contrast in de hele foto beter, behalve hier. Maar dan kan ik dat gewoon met het kwastje oplossen. Dubbelklik op effecten. Nou, ik wist dat het in de contrast, dat daar de problemen zaten. Dus dan kan ik dat als het goed is. Oh, ietsje groter zo. Nou, het contrast lost het niet op. Misschien mijn verzadiging zoek ik even hier. Ja. Ziet u, dan kan ik op deze manier de foto toch van wat meer contrast voorzien. En hier het probleem oplossen. Nou, ik denk dat de foto redelijk is zo. We gaan eens even kijken naar de verschillen. Dus ik ga even naar mijn bibliotheek. Dubbelklik. Oh, ik zei bibliotheek. Ja. En hier heb ik het origineel. En hier heb ik de virtuele kopie waaraan we hebben zitten sleutelen. Dus ik klik op het origineel en de kopie. En dan wil ik die eventjes naast elkaar zien. Om het resultaat te bekijken. Nou kijk, zo was de foto. He, dit was het origineel. En dit is mijn aangepaste versie. Die ik naar Profotonet ga sturen. Als ik deze naar Profotonet had gestuurd. Dan was die muts of die capuchon was helemaal oranje geworden. Terwijl hier heb ik hem zelf gecorrigeerd. En oogt die veel beter dan dat oranje wat de software zeg maar waarschijnlijk veranderd had. Nu heb ik dus controle gekregen over het proces. Ik zet hem weer even terug zo. We zijn er nog niet helemaal. Zo, deze foto is nou klaar om naar Profotonet gestuurd te worden. Ik kan die elektronische proef even uitzetten. Zo. Dus ik druk op mijn rechter muisknop en dan ga ik naar exporteren, exporteren. Ik ga hem even naar een specifieke map exporteren, desktop, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Profotonet zegt van je mag hem zowel in Adobe RGB als in sRGB sturen. Daar kan onze software mee overweg. U ziet hier ook Profotonet het kleurprofiel van de printer staan, maar die moet ik niet gebruiken. Ik moet gewoon Adobe gebruiken of sRGB. Ik kies voor Adobe RGB. En dan kan ik hier aan of uitvinken, passend maken. 45 bij 30. Ik gebruik dit eigenlijk bijna altijd. Stel ik heb een foto van 10 bij 15 centimeter. Die wil ik op 10 bij 15 uit laten printen. Als ik dit passend maken niet gebruik, dan zijn de verhoudingen wel correct. Maar dan wordt die foto veel te groot.
Dan zitten daar zeg maar heel veel pixels in. En dan gaat de software van het Fotolab gaat die pixels reduceren. En dan krijg je ook rare taferelen en rare artefacten. Tenminste soms. Dus het beste manier is om dit even aan te vinken en de exacte maat op te geven die u wilt hebben. En het aantal pixels. Als u naar een Fotolab exporteert, zijn 240 tot 300 pixels per inch. Hè, dus niet per centimeter, maar per inch. Meer dan voldoende. Dan krijgt u een prima foto. Dus u ziet op deze manier, hoef ik alleen nog maar even op exporteren te klikken. Oh, ik had hem al een keertje geëxporteerd. Nou, overschrijf hem dan maar. Op deze manier ben ik er dus zeker van dat de foto die ik nu in het scherm zie, dat die ook op deze manier straks op de foto staat. Ik dank u voor het kijken. Ik hoop dat dit een interessant en leerzame video was. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Laat ze onderaan de video achter. Voor mij is dit ook een moeilijk onderwerp altijd. Dus als u andere dingen heeft uitgevonden, deel het met de rest zou ik zeggen. Stuur me anders een mailtje op mikesluitertijd@hotmail.com. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer. Tot ziens!